Zo aan het einde van het jaar gaan we terugblikken op het Formule 1 seizoen van 2022. En vandaag doen we dat met niemand minder dan Allard Kalf. Ja, Allard, een jaar geleden zei je nog tegen ons: ik hoop dat we in 2022 betere races gaan zien dan in 2021. Wat is je oordeel zo aan het einde van dit seizoen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we als we kijken naar alle wedstrijden. Hè, heb je 15 keer een overwinning van Max Verstappen. Dan ben je op het eerste gezicht geneigd te zeggen: het was zo dominant, er was helemaal niks aan. Maar eigenlijk heb ik, natuurlijk zijn altijd een aantal races die zijn wat saai en voorspelbaar. Maar er zijn er ook heel veel geweest die waren absoluut niet saai en voorspelbaar. En werden toch door Max gewonnen. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. En ja, ik denk wel dat we erop vooruit gegaan zijn. Ja. Om te beginnen met onze terugblik. Ik heb eerst een paar stellingen voor je. Stelling nummer 1. Max Verstappen reed dit jaar zijn beste Formule 1 seizoen tot nu toe. Ja. Kan je dat toelichten? Oh. Nou, hè? Ja, ik denk dat als je gewoon kijkt naar alles wat... Hoe die alle zaken behandelde, alles wat op hem afkwam. Hoe die daarmee omging. Volwassen, als wereldkampioen. 15 keer gewonnen. Ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? Met een enorme voorsprong wereldkampioen. En de laatste race zo domineren. Ja, dan denk ik dat hij zijn beste Formule 1 seizoen ooit heeft gehad. Ja. En dan stelling nummer 2. Sergio Perez is de beste tweede rijder die Red Bull zich kan wensen. Nee. En vertel. Nee, ik bedoel... kleine nuance. Je kan ook zeggen ja... He, want hij is de tweede rijder. Alleen hij moet zich wel realiseren dat hij tweede rijder is. En we hebben natuurlijk dat hele middenstuk van het seizoen rondom de Grand Prix van Monaco, rondom zijn contractverlenging. Ja, daar had hij toch echt het idee dat hij Max Verstappen kon verslaan. En dat hij minimaal gelijkwaardig als eerste rijder in dat team zit. En dat is hij niet. Dus ik denk als hij zich realiseert van ik ben tweede rijder en ik ben hier... Om ervoor te zorgen dat Red Bull het constructeurskampioenschap wint. En ik pak de krenten uit de pap als Max de pap niet opeet. Ja, dan is hij prima. Maar ja, ik denk dat als je een tweede rijder zoekt, compleet in dienst van het team, dan kom je bij een Bottas die naast Hamilton zat. Of bij een. Dan zou je misschien zelfs wel een Alex Albon. Daar nog naast kunnen zetten. En dan had je ook een prima tweede rijder gehad. Dus... Nee, niet de beste. Nee, en er wordt ook nog gezegd... Ja, Daniel Ricciardo stapt natuurlijk in als derde rijder. Zie je daar nog gevaren voor Perez? Nee, dat denk ik niet. Ja, of hij moet hele rare dingen gaan zeggen en doen. En dan misschien wel, maar... Kijk, Ricciardo heeft daar getekend... omdat het voor alle partijen is dat goed... He, Ricciardo moet iets te doen hebben. En Red Bull zoekt iemand die de organisatie kent, die ze kunnen gebruiken. Die een fantastische PR-persoon is, die je over de hele wereld weg kan sturen. En overal komt die glimlach voorbij. En dat is natuurlijk een droom als Formule 1-team. Als je zo iemand kan hebben, alleen voor de PR. En dan hem ook nog... als reserverijder, hè, voor het geval dat een van de twee toprijders niet kan starten... ja, dan kan hij zo instappen. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Dan gaan we door naar stelling nummer 3. Zonder duels tussen Verstappen en Hamilton is de Formule 1 maar een saaie sport. Nee. Nee? Nee, nee. Zonder duels is de Formule 1 een saaie sport. Maar om dat nou speciaal tussen Verstappen en Hamilton, nee. Ik vind wel... Dat Hamilton en Verstappen, die halen het beste in elkaar naar boven. En misschien ook wel het slechtste tegelijkertijd. Maar dat is altijd wel mooi om te zien. Maar ik bedoel, de gevechten tussen Red Bull en Ferrari waren ook mooi. Hè? Dus die zijn anders, dus nee. Oké. Stelling nummer 4. Het vervangen van Mick Schumacher door Nico Hülkenberg is de grootste fout die Haas heeft kunnen maken. Nou, het is in ieder geval een fout. Of het de grootste is, weet ik niet. Hè? Kijk, laat ik vooropstellen, het is een beslissing die Haas neemt. Waar zij over nagedacht hebben
En die zullen ze met een volle verstand gemaakt hebben. Dus ja, prima. Aan de andere kant begrijp ik hem niet helemaal. Want dat je Mick wil vervangen. Nou, ook prima. Dat mag. Dat kun je net zoveel voor zeggen als tegen zeggen. Maar om hem dan te vervangen met Nico Hulkenberg, dat begrijp ik dan niet helemaal. Dat is dan toch een beetje, ja, ik noem dat gebrek aan ambitie. He, dan ben je dus nu al tevreden met de rol als we gaan meedoen en we gaan niet proberen om vooruitgang te boeken. Ja, dat vind ik ervan. Ik bedoel, als je dan zegt, oké, we gaan Mick Schumacher vervangen. Ja, had dan een jongen uit de Formule 2 genomen. Hè? Iemand die nog een hele carrière voor zich heeft. Kijk, ik denk dat Hulkenberg, kijk, die heeft bewezen in 180 Grand Prix dat hij niet snel genoeg en druk niet aan kan. Wat ik enorm opmerkelijk vind, want toen hij Formule 2 of GP2 en Formule 3 reed en E1 Grand Prix reed, was hij echt zo verschrikkelijk goed. Dat ik echt dacht van, nou, die wordt gewoon 3-4 keer wereldkampioen. Hè? En uiteindelijk in de Formule 1 is het er niet uitgekomen. Nou, dat weet je. Maar je weet ook dat hij, als je naar die berg kijkt, dan staat hij daar ergens en daar blijft hij staan. Hè? Mick staat waarschijnlijk ongeveer op datzelfde punt. Alleen Mick heeft wel in de jaren voorheen laten zien dat hij altijd blijft leren en door blijft werken. Dus ik zie daar meer potentieel in. Maar goed, dat is mijn mening. Dat is duidelijk niet de mening van Haas. En we gaan het zien. Ja, tot zover de stellingen. Als we het hebben over een top en een flop, wie was dan jouw top van dit seizoen? Ja, Max Verstappen. Ja, zonder twijfel. Kijk, je kan heel veel dingen kun je zeggen van je mag het niet met een oranje bril bekijken of je mag niet dit. Hè? Je moet het objectief bekijken. Nou, als ik objectief kijk, dan zie ik iemand die gewoon 15 races gewonnen heeft, die een record aantal punten haalt. En ja, natuurlijk, er zijn meer races dan ooit, dat weet ik allemaal. Alleen, je wint 70% van de wedstrijden. Ja, dan ben je, als je dan nog geen top bent, dan weet ik het niet meer. Nee, precies. En wie was volgens jou dan de flop? Wie of wat? Wie? Als je zegt over flop, had ik misschien wel heel veel meer verwacht van Tsunoda dit jaar. Want ik kan toch nog steeds, af en toe zie je wel dat de man echt heel veel kan. Maar dat komt er niet uit. En dat is wel een beetje, dat vind ik wel heel jammer. Dus als je dan ergens iets van een flop zou moeten zeggen, dan is het misschien wel Tsunoda, omdat je daar meer van verwacht. Maar ja, hè, zoals ik zeg, verwachtingen, dat is een opmaat naar een teleurstelling. En dat is ook in dit geval weer gewoon helemaal waar. Want als je veel daarvan verwacht, ja, dan is hij dus de flop. Aan de andere kant, als je hem vergelijkt met Gasly, valt dat dan ook wel mee. Kijk, de flop van het jaar blijft voor mij nog steeds degene die de beslissing genomen heeft om Charles Leclerc met intermediates weg te sturen tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië. Mm-hmm. En dat is dan echt, en dat ze dan uiteindelijk, om allemaal van dat soort dingen, Binotto slachtofferen. En die man zit er nog, ja, dat is voor mij de flop van het jaar. En dan de grootste verrassing, wie was dat voor jou dit jaar? Moi. Ik kan niet zeggen dat we echt heel veel verrassingen hebben gehad. Ik denk, als je het hebt over de grootste verrassing van het jaar, is het feit dat het dus nog steeds mogelijk is om op zaterdagochtend aan de koffie te zitten en op maandagochtend 3 Formule 1 teams achter je aan hebben voor een handtekening op een contract. En dat is natuurlijk wat er met Nyck de Vries gebeurde in Monza. En dat vind ik toch wel verrassend. Want als je, en terecht, hè, laten we dat niet vergeten. Maar als je dan ziet, hè, wat er allemaal in de Formule 1 geïnvesteerd wordt aan junioren en talentenprogramma's. En dan laat Nyck het zien, op het goede moment doet hij alles wat goed is. En dan zeggen toch ineens die teams, oei, die moeten we hebben. En dan denk ik, waar heb je al die andere jaren dan gezeten? Hè? En wat is dan al, wat is dan nu, wat zijn dan nu al die andere talentenprogramma's waard? Hè? Ook helemaal niks dus. Dus,
Dus dat is dan, vind ik toch mooi en verrassend, dat ze na zo'n optreden, dat het nog steeds kan, dat je gewoon zegt, hé, ineens gaat het licht branden bij mensen, we nemen hem. Ja, ondanks dat van tevoren werd gedacht eigenlijk, nou, die komt niet meer in de Formule 1 en waarschijnlijk hij zelf ook niet. Ik denk dat als je naar Nick gaat kijken en en je weet wat er voor volgend jaar allemaal in de pijplijn zat, dan was dit niet wat in die pijplijn zat. Nee, precies. Dus inderdaad een verrassing. En wat was dan voor jou de mooiste race van dit seizoen en waarom? Ja, dat is maar net hoe je er naar kijkt. Ik vind de allermooiste wedstrijd van Max de laatste. Hè? En dat heb ik, dat zeg ik overal. En nog steeds zijn er mensen die dan roepen van, ja, maar Spa was fantastisch. Spa was fantastisch. Spa was spectaculair. Hongarije was fantastisch en spectaculair. Alleen, waarom roep ik dat? Mexico was fantastisch, omdat hij daar al die ronden, diezelfde rondetijd reed. Waarom roep ik dan toch Abu Dhabi? Hè, was voor mij dan helemaal zo fantastisch. Omdat Max daar liet zien dat hij nu net zo goed is als dat Schumacher en Senna en Prost in hun allerbeste dagen. Dat hij daar het hele veld onder controle had. En dat hij, zoals Jack Brabham, legendarisch Sir Jack, ooit zei, je moet een Formule 1 race winnen door zo langzaam mogelijk te rijden. En dat heeft hij in Abu Dhabi gedaan. Want hij heeft nergens nog niet een kilometer te hard hoeven rijden. Hij had het allemaal onder controle als hij gewoon, als ze achter hem het tempo niet bij konden houden, ging hij ook wat langzamer rijden. Ging ze achter hem het tempo wat opschroeven, deed hij dat ook. Dat deed hij zo fantastisch mooi dat ik denk van nou, die race vind ik gewoon echt, dat was er één uit het boekje. Als je nou over domineren hebt, heb je het over die wedstrijd. Alleen, die was misschien wel heel saai om naar te kijken. Nee, omdat je was niet zo spectaculair als in 2021. Juist, het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen, wow man, Spa, fantastisch. En daar kan ik ook van genieten. Alleen, ik vind die laatste wedstrijd, ja, dat vind ik echt, daar kan ik dan heel stilletjes in race control toch enorm van genieten. Ja, de mooiste race voor jou. Ja, en je had het al over Max Verstappen, die wist natuurlijk ook enkele records te verbreken dit jaar. Hij is nu onder andere recordhouder van de meeste zegens en meeste punten in één seizoen. Welk moment uit zijn seizoen is jou nou het meest bijgebleven? Ja, als we procentueel kijken is het natuurlijk nog niet helemaal de meeste zegens. Nee, daar kan hij nog wat winnen. Ja. Daar kan hij nog wat winnen. Ja. Hoewel ik, want was het niet volgens mij Alberto Ascari die ooit 6 van de 8 won? 6 van de 8 races, ja. Dus, als we kijken naar Schumacher, Vettel, die zijn er ook nog net voor. Ja, maar dat is dan ongeveer vergelijkbaar. Maar kijk, dat is allemaal belangrijk. Het is gewoon fantastisch. En wat was de vraag? Waar het beter komt? Nee, welk moment jou het meest is bijgebleven? Ja. Welk moment is mij het meest bijgebleven? Nou, eigenlijk moet je dan zeggen, wat natuurlijk weer, wat we ook weer nooit zullen vergeten, is de manier waarop je uiteindelijk in Suzuka wereldkampioen werd. Ja, ik denk dat veel mensen dat. En ik denk dat. Ik stuurde Jos een appje van, het kan ook weer gewoon niet normaal gaan. Hè? Ook nu was er weer dat er van alles gebeurde. En dat maakt het natuurlijk wel mooi, omdat we het er nog over hebben. En daar gaan we het nog jaren over hebben. Hè? En dat is ook aan alle kanten, was dat natuurlijk weer een weekend. Ja, dat is een typisch Formule 1 weekend. Hè? Met regels die raar zijn. En heb ik het nog niet eens over de regels die we allemaal even over het hoofd hadden gezien. Maar hè, de Formule 1 is zo boordevol met regels dat je af en toe denkt van, jongens, gooi ze allemaal weg, begin even overnieuw te schrijven. Maar ja, en dan aan het einde met die apotheose en dan dat knullige met Johnny Herbert, die dan zegt, oh Max, kom eens terug, je bent wel wereldkampioen. Weet je, ja, dat is natuurlijk gewoon te belachelijk voor woorden. Dat vind ik een enorm gemiste kans van FOM. Hè, die hadden Johnny daar gewoon die interviews moeten laten afmaken en die hadden op het podium hadden ze dat allemaal moeten doen en niet ook nog daar beneden van, oh trouwens, je bent, weet je, dat vond ik zo knullig. Dus ja,
Ja. We hebben het al over het kampioenschap gehad. Dat werd dit jaar natuurlijk een stuk eerder beslist dan in 2021. Hoe beoordeel jij dan die tweede wereldtitel ten opzichte van vorig jaar? Ja, ik denk dat ze allebei... Kijk, ze zijn allebei evenveel veel waard, want ze stellen allebei voor één wereldtitel. Ja. Hè? Dus het aparte is alleen dat we... Het waren andere seizoenen. Hè? Het was een seizoen... 21 was een seizoen met wat controverse. Hè? En 22 was een seizoen met minder controverse met andere tegenstanders. Hè? Ferrari vooral. Zeker in het begin. Maar allebei prima. Hè? Het ene seizoen loopt het een beetje zo, het andere loopt het een beetje zo. Volgens mij is Ajax 34 keer kampioen van Nederland geworden. En als je ze alle 34 namen achter elkaar gaat zetten, zullen ze allemaal anders zijn. Maar ze tellen allemaal voor één kampioenschap. Dus dat is met dit ook een beetje zo. Het ene loopt wat. Hè? Want ik kan ook niet zeggen dat het dit jaar dus makkelijker was dan het jaar daarvoor. Hè? Alleen door die enorme apotheose was het vorig jaar natuurlijk een bizar jaar. En dit jaar was dat allemaal wat makkelijker. Maar ja, ze tellen allebei voor één. Zeker waar. En in het constructeurskampioenschap trok Red Bull dit jaar natuurlijk aan het langste eind. Daarmee kwam ook sinds 8 Formule 1 seizoenen een einde aan de dominantie van Mercedes. Wat was de sleutel tot hun succes dit jaar van Red Bull? Kijk, de kracht van Red Bull was eigenlijk dat ze... Ferrari was de eerste 10 races gewoon, wat mij betreft, nog de betere auto. Stond ook 8 keer op pole. Daarna viel Ferrari een beetje weg en kwam Mercedes wat verder naar voren en Ferrari af en toe. Maar Red Bull is het hele jaar natuurlijk wel een constante factor geweest. En ze hebben wat ze doorontwikkeld hebben, heeft ook eigenlijk gewerkt. Heb ik het idee dat voornamelijk of voor een groot gedeelte door het gewicht kwam. Nou, dat werkt altijd, dus dat is makkelijk. Dat hoef je niet, hè, dat kun je gewoon berekenen. Dus ik denk dat dat wel gewoon de doorslaggevende factor is. En denk ook dat je niet moet onderschatten dat je behalve... Kijk, je kan natuurlijk wel uitvallen 2 races, 2 keer in de eerste 3 wedstrijden. Maar daarna is het allemaal goed gegaan. Hè? Dus, ja. dus dat is ook wel enorm belangrijk om dat met 2 auto's gewoon eigenlijk altijd te hebben. Ja. Want dat is de sleutel van het constructeurskampioenschap is nog niet eens wereldkampioen bij de rijders worden. Dat is gewoon met 2 auto's regelmatig goed punten scoren. Precies, dat hebben ze gedaan. Van Red Bull naar Ferrari, want voor hen was het belangrijk om in 2022 weer competitief te worden. Nou, iets wat aardig is gelukt zou je kunnen zeggen met P2 in beide kampioenschappen. Welk rapportcijfer zou jij geven voor dit seizoen van Ferrari? Oh ja, nee, een goede 7. Hè. Ik bedoel, 7,5 misschien wel, want ze hebben het gewoon heel goed gedaan. Het rare bij Ferrari op dit moment is dat ze worden tweede met Leclerc, tweede in het WK bij de constructeurs. En iedereen heeft het over het gigantische gat wat er was tussen Red Bull en Ferrari en tussen Verstappen en Leclerc. Hè, dus alsof er ineens weer een reden gezocht wordt waarom het toch een klote seizoen was voor Ferrari. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo was. Dat was prima. Hè? Want er was ooit de opdracht aan Binotto volgens mij om in 23 mee te doen om de titel. Nou, dan lag je aardig op koers, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant vind ik het wel. Hè? Daarom is het een 7 en niet hoger. Is het zo dat ze een aantal keren natuurlijk wel de plank hebben misgeslagen. En ja, daar moet wel een oplossing voor gevonden worden. En dat is nu aan Fred Vasseur, maar daar, die mensen die al die beslissingen genomen hebben, waarvan ik zeg dat ze niet handig waren. Die intermediates waar je het over had. Ja, maar ook Hongarije blijf ik bij dat niet handig was. En er zijn wel meer dingetjes geweest. Er is ook ooit iemand geweest die het een enorm goed idee vond om de motor niet terug te schroeven in Barcelona. Waardoor Leclerc daar de turbo stuk maakte en uitviel. He, dus er zijn heel veel mensen die gewoon dingen gedaan hebben die uiteindelijk niet handig waren. Ja, daar moet je wat aan doen. En is Fred Vasseur daar dan de oplossing voor? Dan moet je hem over een jaar weer vragen. Dat weet ik niet. Ik vind Fred mooi, want het is een racer.
hè, die heel veel succes heeft gehad in Formule 3, Formule 2 met ART en teams daarvoor. Maar ook altijd wel met hele goede rijders. Nou, Guido van der Garde heeft met hem gewerkt en die is ervan overtuigd dat Fred gaat slagen bij Ferrari. Die zegt, het is echt de beste met wie ik ooit gewerkt heb. Nou, prima. Dat neem ik ook voor kennisgeving aan. Ik neem ook voor kennisgeving aan dat hij bij Renault heeft gezeten, dat hij daar heel snel weggestuurd is. Dat hij bij Alfa Romeo, toen hij daar binnenkwam, in eerste instantie Honda de deur uitgewerkt heeft. En vervolgens Ferrari binnen heeft gebracht met Alfa Romeo. En nou, dat goed gedaan. Aan de andere kant, Honda is inmiddels 2 keer wereldkampioen geworden. Hè? Dus je kan je ook afvragen hoe slim die beslissing was. Dus, en nou moet hij het bij Ferrari gaan bewijzen. Bij Ferrari. Hè? En dat is iets anders dan bij Alfa Romeo, Sauber. Ik zeg maar, vraag het me over een jaar. Maar ik ga niet mee in de hosanna dat Vasseur sowieso dat allemaal wel even op gaat lossen bij Ferrari. Ja. We gaan het je volgend jaar nog een keer vragen. Ja. Dan bij Mercedes. Ze hebben natuurlijk uiteindelijk een achterstand van 39 punten op Ferrari. Daarmee P3 geclaimd in het wereldkampioenschap. En dan als een van de hoogtepunten misschien wel de overwinning van George Russell in Brazilië. Wat voel jou nou het meeste op aan het seizoen van Mercedes? Nou, dat het wel heel knap is bij Mercedes dat ze uiteindelijk 39 punten achter Ferrari eindigen. Als je dat na 4 races had gezegd, dan had iedereen je waarschijnlijk voor gek verklaard. Ja. Dat is toch wel heel knap. En daarom zie je ook dat je Mercedes nooit mag onderschatten. Je ziet dat ze met Hamilton nog steeds een waanzinnige leider van dat team in huis hebben. Dat ze met Russell iemand hebben die race gewonnen heeft. Dat is wel lekker. Die druk is even van zijn schouders. Maar ja, die is ook op het verkeerde moment ingestapt. Hè? Want ik heb de laatste 8 jaar, als je Hamilton versloeg bij Mercedes, was je wereldkampioen. Hè? Ongeveer. Ja. En dat begon even wat anders dit jaar natuurlijk. Ja, en dat is dit jaar dus niet gebeurd. Dus wat dat betreft heeft hij een beetje pech. Aan de andere kant denk ik dat hij ook het geluk heeft. Want ik ben er wel van overtuigd dat ze hem begin dit jaar een beetje uit de wind gehouden hebben. Van, doe je ding maar. Hè? En dat ze af en toe, als ze dan wat avontuurlijks qua setup zochten, dat ze dat eerder met Hamilton gingen proberen dan met George Russell. Dus hè, wat goed is dat hij meedenkt over strategie, over radio. Wat gaan we doen? Banden, dit, dat, dus zo. Ik heb het idee, Hamilton laat het altijd wat meer bij je team. Russell is daar wat assertiever in. Ik moet nog wel even kijken wat er gebeurt als hij echt onder druk staat. Ja, dat gaan we dan misschien volgend jaar zien. Maar dat geldt voor Leclerc, idem dito. Ja. Als hij echt onder druk staat, die hebben we ook nog niet afgevinkt. Dus. Ja. Buiten de 3 topteams zagen we natuurlijk ook een flinke strijd tussen de andere teams. Alpine, McLaren, Alfa Romeo en Aston Martin, maar ook Haas en Alfa Tauri. Van welke strijd heb je nou het meest genoten? Dat vind ik moeilijk om van te genieten. Want dat is namelijk een beetje dagkoersen. En dan ga je een beetje richting wat Carl Adriaanse scorebordjournalistiek noemt. Hè, dan ga je alleen maar kijken naar de uitslag. Dan denk je, goh, ja, nee, dat was dat. En uiteindelijk is geen van die teams erin geslaagd om gewoon echt het derde of vierde team te zijn. He, we hebben nog steeds de top 3 en daarachter is het gewoon een zootje. He, dus ze hebben allemaal nog steeds niet. Het ene circuit gaat dat een beetje beter, het andere gaat dat een beetje beter. En ja, ik heb het in het middenveld heb ik enorm genoten van Alonso en Vettel. Van de oude rotte. Ja, en Alonso met zijn enorme drive. En Vettel met zeker de laatste 6-7 wedstrijden was hij ook weer gewoon helemaal echt de oude Vettel zou je bijna kunnen zeggen. Dus ja, daar heb ik wel van genoten. Want voor de rest, dat is moeilijk om van te genieten, zeg maar. Ja, hopelijk dan volgend jaar wat meer. Ja, je moet gewoon meer. Kijk,
je moet gewoon zorgen dat die reglementen stabiel blijven. En dan krijg je vanzelf meer mensen die om de overwinning gaan vechten. Precies. En om dan even vooruit te blikken nog. Wat verwacht je dan van 2023, van volgend seizoen? Ik verwacht helemaal niks. Waar kijk je dan iedereen... een beetje naar uit? Laat ik hem zo stellen. Verwacht dat iedereen zijn stinkende best doet. Wat ik heel interessant vind, is hoe iedereen dadelijk uit startblokken komt. We hebben nog een klein beetje een paar dingen die nog in het reglement veranderd zijn. Niet zo super groot, maar dat is wel even iets om rekening mee te houden. Want ik denk dat als je nu kijkt de laatste paar wedstrijden, en dan als je dat moet je doortrekken naar de eerste 3-4 wedstrijden van komend seizoen. Zeker als je een team als Red Bull bent, die wat minder in de windtunnel kunnen, die wat minder simulaties kunnen doen. Dus daar moet je wel een klein beetje goed uit startblokken komen. Dus ik kijk eigenlijk enorm uit naar de wintertest. Ja, nou, dan gaan we daarna aftellen. Dankjewel Allard en heel graag tot volgend seizoen. Tot volgend jaar. En fijne dagen allemaal.